De regering heeft haar dank overgebracht aan de Nigerianen voor het gestelde vertrouwen in de nieuwe coalitie. Volgens vicepresident Ronnie Brunswijk had Imro Mangli, die de NDP verruilde voor de VHP, voorspeld dat de Oranje Partij minstens 4 zetels in de wacht zou slepen bij de onlangs gehouden verkiezingen. Volgens Brunswijk zijn die woorden werkelijkheid geworden. Imro Mangli baseerde zijn voorspelling op basis van de toen al moeizame financieel-economische situatie in het land. Hij riep het Nigeriaans volk toen op om de NDP weg te stemmen op 25 mei jongsleden. Hij gaf toen aan dat een handjevol mensen schatrijk werden en het land aan het plunderen waren. Verder ageerde Mangli ook tegen het fenomeen van het aantrekken van tientallen ambtenaren die volgens hem niet nodig zijn bij de overheid, maar juist bij het bedrijfsleven. Brunswijk bedankte Mangli voor zijn ondersteuning. Dat doen we steun, VHP, 4 zetels in Nigeria. En daardoor een bijdrage zal ik hier leveren, ook in de positie aan nou. Ook de ABO heeft profijt van gevonden. Ja, want als ik geen nieuwe voorzitter, dan moet ik de morgen varen. Maar een voorzitter voor Nigeria, VHP en ABO, ik kan door voor vorm en die zin. Ja, ik doe graag aan Nigeria voor bijdrage. En we komen vertrouwen in de regering. Santokki gaf zijn gehoor in Nikeri mee dat zij op 25 mei hun stem hebben uitgebracht omdat men geloofde in een verandering. Hij legde verder uit dat de campagnes en de verkiezingen nu voorbij zijn en dat er gewerkt moet worden aan de wederopbouw van Suriname. Het staatshoofd stelt dat de huidige coalitie samen optrekt op basis van eenheid in beleid, bestuur en leiderschap. Volgens Santokki moet de eenheid verder weer klinken door alle lagen van de samenleving. Zo gaf hij aan dat de regering er alles aan doet om ervoor te zorgen dat onder andere reis betaalbaar blijft voor de samenleving. Het staatshoofd stelt dat de reissector heilig is voor ons land en volk. Maar laten we rekening houden dat we ook een programma hebben om armoede te bestrijden. En ik roep alle grote reishandelaren op. Je hebt al geen kiezen. Laten we onze voedsel brengen naar die armen. Naar de districten, naar die woonwijken, naar die sloppenwijken. Naar die volksbuurten, als jullie ons daarmee kunnen helpen. Want alle maatregelen die we getroffen hebben tot nog toe, zijn tijdelijke maatregelen. Als we government take verhogen, geldt dat voor 6 maanden. Omdat we zeker weten, tussen 6 en 9 maanden, meer abakkoorden onder controle. Meer abakkoorden onder controle. En daarvoor heb ik jullie medewerking nodig. Geef ons aan u. Geef ons aan u. En laten we samen proberen dit land te brengen. Daar waar het volk naar uitkijkt. Een land met gelukkige Surinamers. En dat is wat jullie beslissen.